Wij zijn compleet, bijna compleet. Dus begin ik graag met de oriënterende ronde. Agenda punt 1, opening en mededelingen. Zijn er mededelingen? Niet. Agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Zijn er wijzigingen voor de agenda? Ook niet, mooi. Dat brengt ons bij agenda punt 3, dat is spreekrecht. We hebben één inspreker vanavond, dat is meneer Hartholt en dat gaat over de N377. Toekomstvisie nodig voor de N377, liefst nu. Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. Hierbij wil ondergetekende inspreken over het onderwerp toekomstvisie nodig voor de N377, liefst nu. Provinciale Staten Overijssel neigen op dit moment in meerderheid niet voor de noordelijke variant, ondanks dat daar de meeste draagvlak voor is, maar om financiële redenen naar fors investeren in de N340 op het stuk Zwolle-Delfsen, hetgeen vooral goed is voor de bereikbaarheid van industrieterrein Hessenpoort bij Zwolle en goed is voor de bereikbaarheid van Delfsen. Om te zorgen dat de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen ook verbetert, is er door de beide gemeenten Ommen en Hardenberg gelobbyd voor aanpakken knooppunt Vassen. Echter, nu doet zich het feit voor dat een flink deel van de gemeente Hardenberg, waaronder Balkbrug, Lerensvaart en Slagharen, met als spraakmakend voorbeeld attractiepark Slagharen, niet zozeer gebruik maakt van de N340, maar juist gebruik maakt van de N377. Mijns is het zaak dat de gemeente Hardenberg niet alleen lobbyt voor knooppunt Vassen, maar ook actueel lobbyt voor een toekomstvaste oplossing voor de N377. Het kan toch zo niet zijn dat er meer dan 360 miljoen euro in de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid van Noordoost-Overijssel geïnvesteerd wordt en dat vervolgens een deel van Noordoost-Overijssel onverhoopt te maken krijgt met een vermindering van de bereikbaarheid. Concrete punten in deze zijn onder andere oplossing gelijkvloerse kruisingen bij Drochteropslagen, problematiek fietsers bij viaduct N377 en N48, eventuele fietstunnels onder de N377 tussen Balkburg en Nieuw-Leuzen in plaats van afwaardering N377, adequate oplossing N377 in Nieuw-Leuzen, liefst met behoud 70 km per uur. Dat punt lijkt mij een grote uitdaging trouwens. Anders geformuleerd, de lobby voor aanpak knooppunt Vassen lijkt succes te gaan hebben. Nu is het zaak om met ingang van nu ook te lobbyen voor een toekomstvaste N377 en niet alleen voor een toekomstvaste N340. Afrondend, vergeet de N377 niet. Dank u. Dank u wel, meneer Hartholt. Zijn er vragen voor meneer Hartholt? Meneer Rodemond? Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Uw pleidooi op zich is helder. Er is een toekomstvisie nodig voor deze weg, de N377. Maar mijn vraag aan u is, meneer Hartholt, heeft u zelf iets van een visie zodat we daarop voort kunnen bouwen? Mijn voorstel is om te kijken of er mogelijkheden zijn om de N377 bijvoorbeeld op het stuk tussen Balkbrug en Nieuw-Leuzen op 100 km per uur te houden en toch de verkeersveiligheid te verbeteren. En er zou bijvoorbeeld fietstunnels onder de N377 door kunnen zijn. Dat is één voorbeeld. Geen vragen verder meer. Heel goed, hartelijk dank meneer Hartholt. Dan zijn we bij agenda punt 4, meningsvormend verordening evenementen. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Breukelman, mevrouw Baarslag, meneer Odink. Dat was het. Begin ik rechts van mij, meneer Breukelman. Oh, ik zag geen vingers. Oh, mevrouw Van den Hoek en mevrouw Hansen, mevrouw Jurlink. Op koerspunt nu ook, niet? Ik begin evengoed wel rechts van mij, meneer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in 2014 is in het collegeprogramma de wens voor het voeren van het evenementenbeleid opgenomen. En in 2015 zijn hieraan de financiële middelen gekoppeld. En nu de tijdelijke subsidieregeling een juridische grondslag moet krijgen, is de raad aan zet om haar kaders voor de verordening aan te geven. Dat even voor wat betreft de procedure, voorzitter. En nu we toch op dat vlak zitten,
Even de vraag over de communicatie. Op 30 december 2014 kwam het college met het bericht dat er voor 1 februari 2015 een aanvraag kon worden ingediend. Maar dat dit voor de volgende jaren voor 1 december in het voorafgaande jaar moest gebeuren. Op 7 december 2015, het college werkt schijnbaar graag rond de feestdagen aan de subsidieregelingen, schrijft u in een lokaal weekblad dat de subsidies vast vanaf half februari kunnen worden aangevraagd. Omdat de gemeenteraad de nieuwe verordening nog niet heeft vastgesteld. Graag horen wij waarom deze vertraging is ontstaan. En u zou erbij kunnen antwoorden dat de raad meer aan de voorkant had moeten sturen. Dan de verordening zelf, voorzitter. Daarin staat dat de evaluatie van de subsidieregeling en het evenementenseizoen plus het advies van de commissie bezwaarschriften de basis vormen voor deze verordening. Los van de 4 bevindingen die in het raadsvoorstel staan, staat hier niets van op papier. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe deze evaluatie is verlopen? Dan de financiën. Daar zijn wat wijzigingen aangebracht in het kader van 65-10 naar 40-35. U wilt het budget opsplitsen in 40.000 euro voor de grote evenementen en 35 euro voor de kleinschalige evenementen. En de minimale hoogte van een subsidie voor een grootschalig evenement zou dan 20.000 euro worden. U heeft echter in het afgelopen jaar niet meer dan 11.000 euro uitgegeven per evenement voor het maximaal hoogtebedrag voor een evenement. Dus de vraag is van ja, heeft u deze bedragen vanaf heden wel nodig? En vindt de portefeuillehouder niet dat de verhouding tussen groot en kleinschalig hierdoor misschien wat te scheef wordt? En hoe zou hij tegenover een eventuele herverdeling aankijken? En we horen in de kader ook graag iets over de kracht van de 29 kernen in Hardenberg in relatie tot de bovenlokale, regionale, dan wel de landelijke profileringsdrift. En zij die in de raad graag meer discussie of debat willen, mogen die vragen natuurlijk ook zich aanrekenen. Daarnaast zijn de subsidiecriteria en het puntensysteem natuurlijk altijd subjectief en arbitrair. De bedoeling was met de verordening om daar toch wat aan te doen. De vraag is dan hoe de portefeuille hier mee om wil gaan. En verder stelt de verordening dat het college jaarlijks het bedrag vaststelt dat ten hoogste beschikbaar is voor de subsidieverlening. Nou, voorzitter, het zou een buitengewoon bijzondere prestatie zijn wanneer de portefeuillehouder het budgetrecht van de raad weet te omzeilen. Dus we zijn ook zeer benieuwd hoe hij dat denkt te gaan doen. Dan nog een opmerking. In artikel 5 lid 2 staat dat het college een evenwichtige verdeling zal maken. Nou ja, de criteria zijn aangegeven, dus dat is een subjectief waardeoordeel dat volgens ons niet thuis hoort in deze verordening. En daarnaast staan nog een aantal foutieve verwijzingen in, maar die zullen wij ambtelijk nog doen toekomen. Tot zover. Dank u wel, meneer Breukelman. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanuit het collegeprogramma Boetsam Vooruit is de wens ontstaan voor het voeren van een evenementenbeleid. En met het vaststellen van de begroting voor 2015 zijn door de Raad alleen de financiën voor het voeren van dit evenementenbeleid bekrachtigd. Als we dan vervolgens kijken naar het huidige evenementenbeleid, dan is er feitelijk sprake van een subsidieregeling waarbij een aantal doelstellingen, criteria, methodieken en een aantal aanvraagprocedures zijn samengebundeld. In de nu voorliggende verordening wordt onder andere gesproken over een evaluatie en er worden een aantal bevindingen gepresenteerd. Voorzitter, in dit stuk ontbreekt het naar ons naar een deugdelijke evaluatie. Dus in die zin zijn we het met de voorgaande spreker eens. De vraag daarbij ook is van in hoeverre zijn er ook burgers en organisaties betrokken geweest bij deze evaluatie. Voorzitter, als raad worden wij geconfronteerd met de verordening, terwijl wij als raad niet eens de gelegenheid hebben gehad om kaders voor een nieuw evenementenbeleid vast te stellen. En een van de gewoontes nog wel in dit huis is dat wij met elkaar ook zeg maar, kaders voor een beleid kunnen vaststellen. Een verordening is vervolgens ons een uitwerking van het beleid in een aantal spelregels, verordeningen. We hebben als raad dus ook niet de mogelijkheid gehad om andere beleidskeuzes te maken of accenten te leggen. Dat zou eventueel wel kunnen, maar dan moeten we daarvoor naar een aantal amendementen opstellen. Vraag aan de portefeuille is of hij dit ook zo ziet.
Als ik het even kernachtig probeer samen te vatten, wat het college ons nu voorlegt is een nieuw beleid. Dat wordt verpakt in een subsidieverordening zonder dat de raad zich over de wenselijkheid van dat beleid heeft kunnen uitspreken. En voorzitter, los van de eerder genoemde opmerking staan er in het voorliggende verordening een aantal fouten en ontbreekt er ook een besluittekst zoals die wel in eerste instantie wordt voorgelegd en een aantal slordigheden. En ook daar zullen wij inderdaad op een ambtelijke manier nog wel even op terugkomen. Dat was het in de eerste termijn. Dank u wel. Mevrouw Juurling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal dingen wat CDA en ChristenUnie hebben geopperd, dat delen wij ook. Wij missen eigenlijk ook wel een stukje onderbouwing van hoe komen we tot deze verordening. In de gemeente Hardenberg, in de zomer volgens mij kun je elke zaterdag wel naar 3-4 activiteiten. Het bruist er overal van en alle kernen zijn ook heel actief daarin. Wat wij missen in deze verordening is gewoon de nieuwe evenementen. Stimuleer dat wat. Maar er is veel van hetzelfde in Hardenberg. Alle dorpen kennen hun feestweken, vaak voor hun eigen inwoners, maar ook wel voor mensen in de kleine omgeving daaromheen. Maar vernieuwende dingen. Dat zouden wij eigenlijk als kader mee willen geven. Beloon dat wat meer. Als je kijkt naar het potje voor 40.000 euro. Ja, minimaal is 20.000, dat is het bodembedrag. Dus dan zouden de twee grote activiteiten hier in Hardenberg gesubsidieerd kunnen worden. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Zijn dat dan nieuwe activiteiten? Of is het bijvoorbeeld het Blommenfestival? Of is het een Demensvaria of een Lichtstad? Want daar gaat dan toch blijkbaar wel iets meer regionale aantrekkingskracht van uit. Is dat dan eenmalig? Gaan mensen daarop rekenen? Hey, we hebben vorig jaar 20.000 gehad, we krijgen dit jaar vast wel weer 20.000. Graag zou ik dat die onderbouwing wel eens wat willen zien van hoe gaat men die keuzes maken? Ze leggen ze langs de maatlat, worden punten aangekend. Maar ja, elk jaar kan men dezelfde punten daar weer aan toedelen. Dus ik zou daar wel wat meer onderbouwing van willen zien en zeker wat meer van de portefeuillehouder willen horen. Subsidie wordt verstrekt aan zonder winstoogmerk. Nou, dat lijkt me wel heel erg logisch. Vorig jaar heeft onze fractie zich er wel over verbaasd dat bijvoorbeeld Bierpop kreeg, geloof ik, wel een subsidie van de gemeente. Wel een nieuw initiatief, moet ik zeggen. Maar goed, aan de andere kant ook wel heel erg commercieel. Ja, hoe ga je daarmee om in de toekomst? Kortom, wij missen gewoon dat wij geen kaders hebben gesteld daarvoor. Dank u wel, mevrouw Juurling. Mevrouw Hansen. En dank u wel, voorzitter. Nou, op de eerste plaats even richting mijn collega woordvoerder van het CDA. Blij dat hij uiteindelijk toch nog het goede stuk gevonden heeft, zodat hij zijn inbreng heeft kunnen geven vandaag. ons wordt als raad gevraagd algemene subsidieverordening sport, cultuur en welzijn in te trekken. En zoals D66 leest, de verordening evenementen hiervoor in de plaats vast te stellen. Dit roept wel een paar vragen op. De oude verordening behelst veel meer dan evenementen alleen. Betekent dit dat wij op korte termijn een nieuwe subsidieverordening sport, cultuur en welzijn mogen verwachten? Of dat alle beschikbare subsidiegelden in dit geval alleen maar naar evenementen zullen gaan? Over de criteria, daar hebben we het al over gehad. Ze zijn subjectief en we vragen toch inderdaad naar de mogelijkheden om meer objectiviteit in te gaan brengen. Zodat wij ook als raad daadwerkelijk kunnen controleren of de criteria gehanteerd zijn. Dan is er ook een vraag, heeft er een afweging plaatsgevonden om subsidies die reeds een aantal jaren verstrekt zijn af te bouwen. In plaats van in één keer een harde knip toe te passen. Heeft de portefeuillehouder echt overwegingen gehad voor de harde knip? En dan stelt men dat er gekomen moet worden tot vernieuwing van bestaande evenementen of het starten van nieuwe evenementen. Welke maatregelen in deze verordening, anders dan in de oude, denkt u dat een bijdrage gaan leveren aan deze nieuwe stimulans? Daarnaast sluiten we ons aan bij de opmerkingen van zowel de ChristenUnie, CDA, PvdA, deugdelijke evaluatie ontbreekt.
Er is geen beleidsstuk en er ligt geen visie. En daar zijn we toch wel heel erg nieuwsgierig naar. Voorzitter, mag ik even een aanvullende vraag stellen aan het college? Want dit onder onsje wordt anders niet begrepen, vrees ik. Er was vanmiddag wat onduidelijkheid over de teksten van het raadsvoorstel. En dat komt namelijk omdat het raadsvoorstel dat in notubox staat, in het appje, ik denk dat dat het juiste is, verschilt van het raadsbesluit dat op de website staat als je gaat naar via notubis. Ja. Dus het besluit, het voorstel van het besluit verschilt. In mijn voorstel staat dat de verordening, een nieuwe verordening moet worden ingestemd en dat de verordening kleinschalige culturele evenementen wordt ingetrokken. Ik denk dat dat de juiste is en dat uw versie over het welzijn dat niet de juiste is. Maar goed, misschien kan dat college daar even op reageren. Voorzitter, ik meen dat ik van alle andere partijen gehoord heb dat zij het over mijn versie hebben gehad en niet over de uwe. Dus misschien praten we. Maar daarom kan het bijna nog wel juist zijn, voorzitter. Ik kijk even naar het college. De versie van meneer Breukelman is de juiste, hoor ik. Voorzitter, dan toch even een punt van orde in deze. Zowel in het raadsinformatiesysteem als in notubox heb ik de versie getroffen waar mevrouw Hans het over heeft. En dit staat toch wel wat goede besluitvorming in de weg wat mij betreft. En wil ik toch eventjes wat mij betreft. Ja, het betreft voor mij gewoon één verkeerde zin, maar goed, dat moet ik lees maar beantwoorden. Nou ja, het betreft twee totaal verschillende voorstellen waar we over dienen te stemmen, meneer Breukelman. Nee, want in de verdere uitwerking van het plan wordt gewoon de juiste verordening weer genoemd. Ja, ik kijk heel even naar het college, maar ik denk dat we gewoon verder kunnen. Ja. Voorzitter, ja. Als ik een punt van orde mag maken. Dat mag. Ik denk dat u het heel makkelijk zou kunnen oplossen om even een paar minuten een leespauze in te kunnen lassen, zodat ook D66 de juiste teksten tot haar en zich kunnen nemen. Nee, ik begrijp dat het verschil tussen de stukken één zin is. En dan lijkt het me een beetje overdreven om daar een paar minuten leespauze voor in te lassen, tenzij u dat allemaal heel graag wilt. Nou, ik zou me voor kunnen stellen, voor de zuiverheid van het voeren van de discussie, of de mogelijke discussie, dat D66 wel toegestaan is om daar in ieder geval goed een nota van te nemen van die zinnen. En ik kan me voorstellen dat ze daar een paar minuten voor nodig hebben. Nou, ik heb er zelfs geen paar minuten voor nodig, maar één minuut. Want als de eerste regel helemaal te vervallen komt, subsidieverordening, sport, cultuur en welzijn in te trekken, dat die niet als zodanig ingetrokken wordt, dan spreken we verder over hetzelfde. Die wordt ingetrokken. Nou, dan blijf ik dus gewoon met mijn verdere punten. Ja. Heel voorzitter, goed. Dan wil ik ook weer dat voorstel intrekken tot die twee minuten leespauze. Bij deze, meneer Botter, dank u wel voor de volledigheid. Ik ben een heel klein beetje van mijn apropos nu, maar ik geloof dat we bij mevrouw Baarslag zijn aanbeland. Ik geef u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op zich is het natuurlijk goed dat er een verordening komt voor de evenementen en dat er een evenwichte verdeling komt. Een van de criteria voor die verordening is voor het ontvangen van subsidie, is dat er naamsbekendheid genereert voor regionaal en zowel als landelijk. Als we nou even de praktijk erbij halen, dan zien we dus, zoals het nu heeft uitgepakt, dat een evenement met Sanne Hans, die op zich al zalen voltrekt, een subsidie krijgt. En een evenement als Harderwerk proeft niet. Dat is een regionale bekendheid. Dus wij vragen ons een beetje af, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Moet dat zo zijn, dat als je landelijke bekendheid hebt en er wordt iets georganiseerd, dat je daar ook nog subsidie voor krijgt? Kun je dat dan niet beter? Dus het is een beetje, we vinden het een beetje lastiger. Als je alles in de praktijk toe gaat passen, of er dan wel een goede verdeling uitkomt. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Wat de voorgaande sprekers betreft kan ik een heel groot deel onderschrijven. Dus ik zal niet in herhaling treden, anders hebben we weer een andere discussie. Wat mij ontzettend opvalt is dat ik binnen het beleidskader en de zaken die hier worden genoemd niet vast lijken te hangen in de kunst- en culturele visie die wij hier zouden moeten uitvoeren binnen gemeente Hardenberg.
waarbij een stimulans van lokale initiatieven van burgers gehonoreerd zouden moeten worden, dan wel een ondersteuning, facilitering vanuit de gemeente zouden mogen verwachten. En dat maakt wel dat ik de opmerking van het CDA volledig kan ondersteunen in dat het nogal subjectief is in welke criteria de aanvragen zouden moeten voldoen. En nu zijn we allen, hebben wij de vier conclusies uit de evaluatie wel genoemd. En ook wij missen daar de achterliggende omschrijving van, zoals meneer Oring dat ook aangaf. Maar wat mij vooral verbaast, is dat er vier punten worden aangegeven wanneer er niet optimaal gebruik is gemaakt van. En dat daar dus het beoogde doel niet is behaald. En dan wordt er een verordening aan ons voorgelegd en terecht zonder dat wij over het beleid hebben gesproken. Waarbij ik me dan afvraag of deze verordening dan moet gaan leiden tot een beter gebruik dan tot nu toe is gedaan zonder deze kaderstelling. Ik ga een lang verhaal kort maken. Ik vind het komt ons wat kortzichtig over. Het geeft geen blijk van een brede visie waarin dit een onderdeel zou moeten zijn van de kunst- en culturele zaken die wij hier in gemeente Hardenberg toch zouden moeten willen voorstaan. Het geeft ons ook het idee dat aanvragers eigenlijk niet goed op de hoogte zijn van de criteria die er gehanteerd worden of zouden kunnen worden gehanteerd. En wellicht ligt daar toch echt een kans zodat we kunnen gaan kijken hoe we op een andere manier de gelden goed kunnen inzetten. Ik neig ernaar om het verzoek richting de andere fracties neer te leggen om dit van de agenda op dit moment af te halen. In plaats van dat we nu een langdurig mondeling antwoord krijgen van het college, wellicht op een andere wijze dat compacter te kunnen gaan doen. Maar het is slechts een idee. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Van de agenda afhalen, dat hadden we een paar punten geleden moeten doen, denk ik, bij het vaststellen van de agenda. Dus ik wil het college sowieso graag het woord geven. En dan gaan we vanaf daar verder, lijkt mij. Het woord is aan burgemeester Snijders. Dank u wel, voorzitter. Blij dat ik de gelegenheid krijg om een toelichting te geven. Dat ging toch bijna mijn neus nog voorbij. Want het is gezien de hoeveelheid vragen die er leven over het stuk goed om die toelichting te geven. Ik hoop dat ik u wat meer duidelijkheid kan geven. Waarbij ik er wel direct bij zeg dat iedereen heeft iets met evenementen. Iedereen wil iets met evenementen. Iedereen heeft verstand van evenementen en evenementenbeleid. Dat is wel de worsteling waar ook wij tegenaan zijn gelopen. En iedereen wil natuurlijk bij die pot geld. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn. Nog even terug naar het begin. In het coalitieakkoord 2014 is een bedrag van 300.000 euro opgenomen voor evenementenbeleid. Er was geen evenementenbeleid in deze gemeente. Er was wel een verordening. Die stamt nog uit 2004. Maar daar zat geen geld meer achter. Dat geld was weg. En dat was een verordening, een algemene subsidieverordening voor cultuur, sport en voor welzijn. En die is in 2004 ingevoerd, maar het geld was inmiddels weg. En dat was de reden waarom u ook, tenminste in de meerderheid, heeft gezegd van we willen weer 3 ton ter beschikking stellen voor een nieuwe periode. En er is ook bijgezegd toen, ik herinner me dat nog heel goed, het gaat eigenlijk om 3 zaken die daarbij tot uitdrukking moesten komen. Het moest gaan om innovatieve, nieuwe projecten. Dus niet alle feesten, evenementen en partijen die we hebben. En ik zal u zeggen, we geven meer dan 250 vergunningen op jaarbasis uit. En natuurlijk wil iedereen wil geld hebben. Als een gemeente met 300.000 euro een pot geld is, iedereen wil daar wat van hebben. Omdat ze het allemaal wel kunnen gebruiken, dat snap ik ook. Het zijn ook mooie evenementen allemaal. Maar daarmee, in de coalitieonderhandelingen is destijds al gezegd, we willen evenementen hebben die nieuw zijn, die vernieuwend zijn, innovatief zijn. En die ook daarmee bijdragen aan een nieuw elan van de gemeente. En dat kan in Balkbrug zijn, dat kan in Hardenberg zijn, dat kan in Kloosterhaar zijn. Maar we willen daarmee dat er een prikkeling komt als het ware, dat mensen gaan nadenken over nieuw te organiseren evenementen. En dat moet ook leiden tot naamsbekendheid, tot een grotere naamsbekendheid van Hardenberg. En dan bedoel ik Hardenberg niet als kern alleen, maar als gemeente Hardenberg. Dus dat zou best kunnen dat de Dedemsvaria, nou dat is niet een goed voorbeeld, ik bedoel Dedemsvaart buiten,
Dat is een nieuw evenement die ook een subsidie heeft gehad en waarvan ook is gezegd van ja, dat kan doorgroeien tot een groter regionaal en misschien zelfs wel landelijk evenement. En daarmee dragen wij bij aan, ja, aan de bekendheid, maar ook aan een stukje economische groei. En dat hebben we ook weer proberen te vervatten in deze regeling. Meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ik haak even aan op het verkeerde voorbeeld van de portefeuillehouder in deze. Hij noemt Delmsvaria per ongeluk, dat snap ik. Maar daar wil ik wel in memorie roepen dat juist Delmsvaria inzet pleegt om juist te vernieuwen, om juist weer te voldoen aan de criteria zoals we nu stellen. En daarmee is dus ook een pleidooi wat ik raadsbreed hier een beetje hoor wel in de hand. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat inderdaad ook bestaande activiteiten zich zo innoveren dat ze uiteindelijk geen subsidie meer nodig hebben? Wat mijn fractie een beetje mist is dat zeg maar meetbare effect wat onder dit beleid zou moeten liggen. Heeft u daar een mogelijke reactie op? Voorzitter, het gevaar is altijd als je voorbeelden gaat noemen dat we direct daar het woord doorgegaan. Maar het is misschien ook wel ter verduidelijking, want zo zijn er veel evenementen. Delmsvaria, we hebben ook Gramsbergen, Feest in Sipkelo, Schuinensloot. Uitgangspunt is eigenlijk dat misschien wel elk evenement op zich zou moeten kunnen draaien. En heel veel evenementen kunnen denk ik ook gewoon zelfstandig draaien. Dat is het allermooiste. Het mooiste zou zijn als we dat niet nodig hadden. Alleen de politiek heeft de wens uitgesproken om hier en daar wel stimulansen te doen. Ter grootte van 300.000 euro zijn er 75.000 euro per jaar. En dat is ook de reden, exact de reden waarom we hebben gezegd van ja, we kunnen met de hele sector om tafel zitten. Maar we weten aan de voorkant wel wat iedereen wil. Dat is wel ongeveer duidelijk. Dus volgens mij moeten we hier vooral zelf aangeven wat we willen en het vertaalslag maken van wat destijds in het coalitieakkoord, tenminste de bedoeling was, door te zeggen van evenementen moeten innovatief zijn, de naamsbekendheid moet vergroot worden en het moet een economische bijdrage leveren. Want het is ook heel erg sterk vanuit economie gekeken om een bijdrage te leveren. En er is een algemeen, dat is het vierde uitgangspunt, wat geldt, dat we van structuur gefinancierd naar activiteiten gefinancierd gaan. Dus dat we vooral kijken naar de evenementen en niet naar de organisaties erachter. We gaan geen bijdrage leveren aan de organisaties zelf, aan de stichtingen niet voor het behoud. Want dat moet op een andere manier gefund worden. Dat zijn de vier uitgangspunten geweest om dit beleid zo te formuleren. En daar zit een spanningsveld in, dat realiseer ik me, van hoe uitgebreid doe je dat of hoe minimaal doe je dat. We proberen niet een hele grote bureaucratische regeling te maken, maar ik snap ook uw punt, wat dat u zegt van ja, maar nou, het is misschien niet altijd even helder dan waar de besluitvorming ligt. Dat krijg je nooit helemaal scherp. Je hebt geen kant-en-klare lijst die je afvinkt en zegt van dat evenement valt rechts, krijgt wel subsidie, en dat evenement valt links, krijgt geen subsidie. Daar blijft een zeker grijs gebied, blijft daarover. Mevrouw van den Hoek heeft een vraag. Ik vraag me dan af, portefeuillehouder, als het versterken om culturele en sportieve en toeristisch klimaat gaat, hoe niet concreet genoeg dat zou kunnen zijn voor aanvragers die initiatieven ontplooien, die in beginsel wellicht klein zijn, maar zouden kunnen uitgroeien, oftewel stimulans nodig zouden. Ik vraag me af of dat helder genoeg is. En als u dan aangeeft dat je bepaalde kaderstellingen wil doen, maar niet een checklist. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat als ik de verordening lees, dat ik het wel degelijk een checklist vind, waarbij de subjectiviteit de hoogtij viert in welke puntenwaarderingen wel en niet worden toegekend en welke zwaartes eraan zouden worden gegeven. Ik vraag me af of dat drempelverlagend werkt. Ik heb de indruk van niet. Ik heb het idee dat het juist drempelverhogend werkt. Ook door de splitsing van het bedrag van 40 naar 35. Ik vraag me af of het de overweging waard zou zijn om die splitsing niet aan te brengen en wel degelijk toch ruggespraak te houden met vooral de burgerinitiatieven die kunnen leiden tot het behalen van de beoogde doelen. Om op een andere wijze dit aan te gaan dan een splitsing van alleen groot en klein als het daaraan voldoet. Even de discussie los van of het de commerciële opbrengst wel of niet, maar dat lijkt me kristalhelder. Maar ik heb de indruk dat dit relatief dichtgetimmerd en onduidelijk is. Voorzitter.
Mag ik daar ook nog een aanvullende opmerking over maken? En dat pleit misschien ook de juist voor. Hè? Ik heb er in mijn bijdrage ook iets geroepen over dat, dat er geen beleid is. Hè? Er wordt in de verordening gesproken over en verwezen naar beleidskaders zoals die zijn benoemd in de nota's recreatie en toerisme, hè? Kunst en cultuur, de economische visie en city marketingbeleid. En juist als we kijken naar die samenhang, denk ik van, is het dan niet verstandig om daar om rekening te houden met die, om die ook vast te leggen in een beleidskaders, zodat we daar ook met elkaar wat van kunnen vinden. Ja, akkoord. Wat hier bedoeld is, is een regeling te maken die werkbaar is, die toch vrij snel inzichtelijk maakt van wat we beogen. En daar is bewust de knip in gemaakt van grote evenementen en kleine evenementen. We zijn begonnen met, dat we hebben gezegd, de regeling is ook vooral bedoeld om dus één keer per jaar of twee keer per jaar misschien echt een groter evenement binnen te kunnen halen op het gebied van cultuur, op het gebied van sport. Bijvoorbeeld, nou ja, ik zal de Giro niet noemen, want het gaat om heel andere bedragen. Maar wel dat soort activiteiten is binnen te halen en daarmee ook nieuwe doelgroepen mensen binnen te krijgen. Mensen die nog niet eerder in Hardenberg zijn geweest bijvoorbeeld. We hebben dat afgelopen jaar gedaan met de Leontien Ladies Ride, 2500 deelnemers, waarvan meer dan 60% van buiten de regio het Vechtdal kwam. Dat waren nieuwe mensen, nog niet eerder in dit gebied geweest. Nou, dat soort voorbeelden zou je aan kunnen denken. Ik heb door D66 iets horen roepen over een ijsbeeldenfestival. Hè, waar ook de gemeente Zwolle een subsidie bij doet van zo'n 20.000 euro op jaarbasis. En ik zeg niet dat we dat ijsbeeldenfestival moeten doen. Omdat misschien onze doelgroep wel in een andere periode hier vakantie viert. Maar dat zijn wel de evenementen waarvan je zegt, dat zijn grotere evenementen. Die hebben een naamsbekendheid, over Nederland misschien wel. En die maken dat je Hardenberg daarmee op de kaart kunt zetten, in de zin van dat hier mensen naartoe komen uit een groter gebied dan de evenementen die we tot nu toe hier organiseren. Hè. Ons grootste evenement tot nu toe is het Ballonnenfestival Hardenberg. Geweldig mooi evenement. Super. Meer dan 20 jaar wordt het georganiseerd. Maar de actieradius van het evenement, afgezien van waar de ballonnen terechtkomen, is toch redelijk beperkt. Laten we daar eerlijk in zijn. Er zijn niet veel mensen uit Zwolle die naar het Ballonnenfestival in Hardenberg komen. En wat we met deze regeling beogen, is vooral mensen vanuit een bredere cirkel naar Hardenberg halen om hier het liefst ook nog een aantal dagen langer te verblijven. En dan kom je in de nota van toerisme en recreatie en dergelijke. Meneer Breukelman. Ja, voorzitter, ook een aanvullende vraag over, want dat is natuurlijk ook voor ons wel een klein beetje het pijnpunt. U heeft in de afgelopen jaren niet behoefte gehad om een aanvraag voor een budget te doen voor een evenement van die omvang. U heeft ook geen aanvraag binnengekregen dat die omvang kent. Dus mijn vraag is mee van ja, waarom denkt u dat u nu in de komende jaren wel die bedrag nodig heeft, minimaal 20.000, maximaal 40.000, voor een evenement, terwijl u met die regeling toch aanzienlijk de hoeveelheid middelen verminderd die beschikbaar zijn voor de kleinere evenementen, waar u nu toch regelmatig zo'n 5000 euro aan uitkeert. Dus dat is een beetje een vraag waarmee ik zit. Akkoord, om daar direct op in te gaan, ik denk, ik kan me dat heel goed voorstellen, maar we zijn nog maar net, het eerste jaar hebben we achter de rug. Dus we hebben nog maar net de eerste ervaring opgedaan in 2015. En zoiets moet ook groeien, dat moet ook bekend worden dat mensen zeggen van joh, in Hardenberg, daar ligt een evenementenpot, een subsidiepot, en daar zou je voor een deel een beroep op kunnen doen. En nogmaals, dan is een bedrag van 20.000, dat is best heel veel geld. Maar aan de andere kant, voor echt een groot evenement is het nog niet zo heel erg veel. Dus dat is ook iets wat moet groeien. En waar we naar zouden kunnen kijken is dat je een afspraak maakt over het budget dat beschikbaar blijft of dat over is. Hè. Dat je daarna kijkt van ja, als dat dan niet besteed wordt, zou je dat dan aan andere zaken kunnen besteden, bijvoorbeeld aan een kleiner evenement. Maar de prikkel zit er vooral in deze verordening in. Dat we hebben gezegd, wij willen nieuwe, wat grotere evenementen binnenhalen hier naar de gemeente toe. Of mensen uit de gemeente zelf stimuleren. Dat is een evenement wat ze organiseren, wat misschien klein begint. Hardenberg proeft, Dedemsvaart buiten. Dat begint als een kleinschalig evenement. Daar hebben we subsidie voor over. Maar misschien over 2-3 jaar wordt dat gewoon een heel groot evenement waar mensen uit heel Nederland naartoe gaan omdat ze naar Hardenberg proeft willen. En dan zou die wel in die grote pot kunnen gaan. Meneer Breukelman eerst en daarna ga ik naar meneer Gelling.
Aanvullend erop, voorzitter, was het dan misschien geen gek idee geweest, zeker als we we hebben over de breedte van evenementen, nieuwe evenementen, innovatie en over de breedte van de projecten, zeg maar, om geld beschikbaar te stellen voor die oude regeling die in 2004 is aangenomen. Die is namelijk veel breder dan de verordening die nu voor ligt, want die kent nogal wat beperkingen. Maar goed. Ja, dat was wel een hele traditionele ouderwetse subsidieverordening, zeg maar, die niet op activiteiten alleen georganiseerd was, maar juist ook op de instantie zelf. Dus dat was sowieso al een reden om die niet verder te doen, omdat je daarmee het oude instituut of de stichting, zeg maar, vooral subsidieert. Terwijl we nu net hebben gezegd, dat doen we in de sport ook niet meer. We kennen geen traditionele subsidieregelingen meer. We hebben vooral gezegd, we gaan naar projectsubsidies toe, naar activiteitensubsidies toe. De activiteit die kan geld ontvangen. En dat kan in de loop van de jaren ook wijzigen. Hè. Het Glazen Huis is een mooi voorbeeld. In die zin van dat wellicht lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. En dan zou je ook kunnen zeggen als gemeente, en daarom is dat ook een zekere subjectiviteit wil ik niet in maar zeggen, maar er zit wel een zekere voortschrijdend inzicht in, waarbij het college kan zeggen van ja, het Glazen Huis was een mooi evenement, maar is over zijn hoogtepunt heen en dat vinden wij niet meer innovatief genoeg. Dus wij gaan weer naar een volgend evenement om daarmee toch te zorgen dat je een aantrekkelijke evenementenkalender hebt voor jouw inwoners en voor de mensen die hier op bezoek komen. Dat is de gedachte achter deze regeling. Meneer Gelling heeft een vraag, voorzitter. Mevrouw Van den Hoek, en daarna wil ik graag burgemeester Snijders zijn verhaal laten afmaken. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Wij waren eigenlijk niet voornemens om iets te zeggen, want ach, het voorstel wat ligt geeft u voldoende mogelijkheden om allerlei zaken in te doen die we altijd nog kunnen beoordelen. Maar ik hoorde u toch net wel iets zeggen wat mij wel wat triggert. En dat is eigenlijk dat u zegt, nou, er is hier een pot geld voor activiteiten van buiten. En wellicht dat mensen motiveert van buiten om die pot geld te komen halen. En dat vind ik toch wel iets waar ik... Dat heb ik ook niet bedoeld te zeggen. Misschien heeft u dat mij horen zeggen. Het kan ook heel goed gaan om initiatieven vanuit de gemeente zelf. Maar dan wil ik daar even wat verder gaan. Wat ik een beetje proef hieruit is dat de verordening op zich natuurlijk alle ruimte geeft, maar dat er wat behoefte ontstaat om toch iets duidelijker te krijgen waar nou uw prioriteit ligt. En wellicht is het een uitnodiging aan uw adres om u eens te vragen of u nou niet ergens in zou willen uitblinken. Want dat is natuurlijk interessant, hè? Dat je niet van alles een beetje doet, maar je zegt van nou, wij Hardenbergers hebben de HAC, hebben Edwin Evers, nou nog veel bekender kunnen we niet worden, want volgens mij is er niemand die niet weet waar Hardenberg ligt ondertussen. U hebt er nou goed uw best voor gedaan vorige week in Alkmaar, dus dat komt goed. Maar zou het nou niet leuk zijn om iets te bedenken waar u op moet investeren, maar wat uiteindelijk de ambitie en de potentie heeft om echt iets groots te worden? En ik hoor u al een paar keer zeggen, Hardenberg proeft. Daar snijdt het mes aan heel veel kanten. Dat is vechtdalproducten, dat heeft alles in zich. En u zou ook kunnen overwegen om in uw beleid dus een paar dingen eruit te halen waar u zegt, van, nou, dat gaan we nou zelf eens heel erg groot maken. Zonder dat u het te veel versnippert aan allerlei hele goede bedoelingen. Natuurlijk, 250 aanvragen, dat is veel en u moet daar een evenwichtig besluit in nemen. Maar het zou wellicht niet zo raar zijn om er één of twee dingen uit te pikken. Waar u zegt van nou, daar gaan we nou echt eens niet gewoon doen, maar dat gaan we nou eens fantastisch doen. Daarop mag ingaan, voorzitter. Op zich ben ik het helemaal met de heer Gelling eens. Je focus aanbrengen en één ding doen. Maar de kracht van Hardenberg zit hem nou net, en dan bedoel ik de hele gemeente, in heel veel verschillende zaken. Dat is ook iets wat we altijd uit de toeristische en recreatieve velden horen. Want ja, waar is Hardenberg nou echt goed in? En dat is vooral eigenlijk het gastheerschap en de vriendelijkheid van de mensen in dit gebied. En dat zeggen ook de toeristische ondernemers. Die zeggen ook altijd van, ja, wij zijn eigenlijk nergens goed in de zin van, wij hebben geen zee, we hebben geen strand. We hebben geen Eiffeltoren. We hebben wel een paar bijzondere gebouwen, maar daar zal ik verder nu niet op ingaan. Maar we hebben geen Eiffeltoren. Dus wij moeten het vooral hebben, en dat is echt kenmerk voor dit gebied, van onze kwaliteit van de gastvrijheid, de kwaliteit van de camping, zeg maar. Daarom zijn die ook hier de beste campings van heel Nederland. Want dat is waarin we ons kunnen onderscheiden. En onderscheiden in evenementen, ja, dat zou muziek kunnen zijn. Dat zou streekproducten kunnen zijn. Dat kan carnaval zijn in Slagharen. Dus dat is heel, tegelijkertijd heel lastig. Even wacht, ik wil graag
De beantwoording eerst laten afmaken. Mevrouw Van den Hoek zit nog voor u, dus heel even geduld alsjeblieft. Dus dat is een hele lastige gebleken, ook in het afgelopen jaar, waarin we toch ervaring ook hebben opgedaan met wat voor evenementen en partijen hebben we nu in deze gemeente. En daar kun je niet zeggen van we kiezen één spoor en de rest laten we liggen. En ik denk dat het ook niet hoeft als we kijken naar de verschillende grotere evenementen zoals een luchtballonnenfestival. Maar ook een Deelsvaart buiten of het zomerfestival hier zeg maar. Daar zitten heel veel mooie elementen in van cultuur, muziek, sport. En dat is toch waar wij ons op moeten richten. Ik denk als je kijkt naar doelgroepen kun je zeggen van waar deze gemeente goed in is, is vooral gericht op gezinnen en kinderen. En dat is wel iets waarvan je zegt, van, nou, daar zou je wel op moeten richten. Mag ik een suggestie doen? Nee, meneer Kloekhorst. En op toch van lege portemonnees. Meneer Kloekhorst, ik laat dit even voor wat het is. Mevrouw Van den Hoek, die had nog een vraag. Die wil ik graag eerst aan het bod laten. Daar kan de burgemeester dan op antwoorden. Daarna ga ik naar mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ontzettend blij met name met de laatste opmerking van portefeuillehouder over waar wij het beste in zijn, namelijk gastheerschap, het welkom in de toeristische sector. Dat schuurt wat mij betreft toch best met de grote evenementen die u naar van buiten aan wil trekken van de mensen. Volgens mij hebben we 60.000 ambassadeurs over hoe geweldig Hardenberg is. En het zou dit college sieren wanneer deze manieren van hulpverlening, ondersteuning, dan wel financiële ondersteuning in dit geval, in een visie wordt neergelegd waarin juist die kracht ondersteund gaat worden. Dus in plaats van dat ons gaan richten op hele grote evenementen, dat mag zoveel kosten, zou juist die koppeling tussen kunst, cultuur, sport, toerisme en evenementen vanuit de samenleving, zoals die nu plaatsvindt, onderzocht moeten worden of we dan ook echt effectief en slim ons geld inzetten met de juiste kracht die wij hebben. En als ik dan kijk naar de opsomming van waaraan deze evenementen moeten voldoen, dan denk ik dat we misschien juist daarmee het doel voorbij schieten en voorbij gaan aan waar onze kracht ligt. En de grote evenementen die u terecht noemt, hè, die hebben een enorm potentieel. Maar al die kleine evenementen samen met een klein stukje ondersteuning zouden met elkaar in kruisverband, in een juiste culturele infrastructuur, veel meer misschien kunnen brengen dan incidenteel een groot evenement. En ik denk dat dat iets is waar we met elkaar misschien dieper op in zouden moeten gaan. Ja, als ik daarop mag ingaan, voorzitter. Dan denk ik dat de regelingen zoals die in het verleden zijn geweest, toen er nog een periode van ook wel geld was, heb in ieder geval laten zien dat je wel heel veel evenementen kunt organiseren, maar dat dat niet leidt tot meer mensen. Dat er hooguit leidt dat dezelfde mensen naar vaak dezelfde evenementen gaat. De kunst is wel, dat ben ik wel met u eens, om te zorgen dat we verbinding maken tussen de verschillende sectoren. En dat hebben we gezien met een zomerfestival. Dat zien we met een Deelsvaart buiten, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dat is de kracht vanuit de eigen samenleving, vanuit de verschillende verenigingen, kunstenaars, noem maar op, gebundeld. Want je moet wel bundelen en je moet kracht gaan ontwikkelen. En dan moet je kijken of je zodanig iets kunt neerzetten wat voldoet aan de behoeften. Natuurlijk van je eigen inwoners. Zo is het ook in Deelsvaart begonnen. Maar wat ook aantrekkelijk is, en dan gaat het geld echt rendement krijgen, wat ook aantrekkelijk is voor mensen vanuit het grote gebied. Dus dat ook mensen uit Hogeveen, of uit Zwolle, of uit Almelo, Hengelo, noem maar op, dat die ook naar Hardenberg gaan komen om hier te genieten van datgene wat wij kunnen. Van onze kwaliteiten, onze kunsten die we hebben, maar ook ook gewoon hier hun vertier doen en ook hun vertering doen, zeg maar. Waardoor we allemaal er profijt van hebben. En dat is volgens mij de kunst. En dat is nou ook net wat we met deze verordening willen bereiken. Waarbij we ook hebben gezegd, we gaan geen ingewikkeld verhaal maken. Want dat is, als je hebt het over 75.000 euro per jaar. Als ik daar een ambtelijk apparaat op moet gaan zetten die daar uit en daarna dat helemaal moet gaan behandelen allemaal. Al die verzoeken. Laagdrempelig, zoals u dat noemt. Dat laagdrempelige, dat is aan de ene kant mooi, maar ik denk in dit geval mogen we de lat ook best wel hoog leggen. Dat als een vereniging iets wil organiseren, dan kan hij dat heel goed zelf doen. Dat gebeurt ook.
Wat ik zei, zo'n 300 aanvragen per jaar hebben we ongeveer, 200 vergunningen. En we hebben nu afgelopen jaar 50 aanvragen gehad. We zijn er heel druk mee geweest. De ambtenaren zijn er druk mee geweest. En we willen dat gewoon schiften. We hebben gezegd van, er zijn een paar die boven het maaiveld uitsteken. En die doen het niet gewoon goed, maar die doen het fantastisch goed. En dat is ook net wat we willen. En dat hoeft niet altijd groot te zijn. Het kan ook kleinschalig zijn. Vandaar dat we ook een wijziging hebben aangebracht. We wilden eerst dat bedrag nog hoger hebben voor grote evenementen. Maar we hebben gezegd, dat zou niet terecht zijn. Want er zijn hele mooie kleinschalige evenementen die misschien kleinschalig blijven. Hardenberg Proeft is een voorbeeld. Afgelopen jaar niet in aanmerking gekomen. Daar hebben we best veel discussie over gehad met de organisatie. Want die vonden dat ze daar eigenlijk wel recht of recht op hadden. Maar die vonden dat ze zoveel energie erin staken. En dat was ook zo. Er was een lastige afweging. Maar we hebben gezegd, ja, het is de eerste keer. We weten nog niet hoe dit gaat vallen. Nou, ongetwijfeld komen ze dit jaar weer. Dan is dat een andere situatie. Dat kan ik u nu al zeggen. En misschien groeit zo'n evenement ook wel door naar een groter evenement. Nou, dan is dat aantrekkelijk om te zeggen vanuit de gemeente, laten we daar wat steun aan geven om dat te pushen, dat tot een mooie ontwikkeling komt. En laat dan een weekend lang mensen hier lekker komen genieten, eten, drinken en muziek wat dat betreft. Dus dat is een beetje de beweging achter deze verordening, zoals we nu hebben ingezet. Mevrouw Hans. Oh. Ik bewaar mijn inbreng voor de tweede termijn. Voorzitter, mag ik daar één vraag over stellen, ja, inhakend op wat de voorzitter zei. U heeft het over nieuwe evenementen, hè? Die moet je een impuls geven. Nou, om dan het voorbeeld Hardenberg Proef te nemen, dat heeft het eerste jaar wel gehad. Dan gaat het doorgroeien, mag je hopen. En dan blijft de gemeente weg. Als ik nou kijk naar die, omdat ik hem al genoemd heb, dat evenement met Sanne Hans. Daar weet iedereen van, nou dat gaat volle zalen trekken, dat gaat publiciteit geven voor Hardenberg. Daar hoeven wij echt niets in te investeren. En toch krijgen die wel een subsidie. Dus hoe zit het dan? Ik vind dat een beetje vreemd. Ik ben blij dat u die noemt. Want dat is inderdaad, dat was ook wel een evenement waarvan we zeiden, ja, hij past wel in de tijdelijke criteria die we hadden van het afgelopen jaar. Met name op het punt van de naamse bekendheid van Hardenberg. En we wisten niet hoe dat zou gaan lopen. Het is een enorm succes geweest en de afrekening moet nog plaatsvinden. En het kan best zijn, want we vragen wel naar de afrekening, dat er helemaal geen beroep hoeft te worden gedaan op onze subsidiepot. En dat we dat geld dus beschikbaar houden voor andere zaken. En we kunnen ook zeggen volgend jaar van ja, dat evenement dat draait, dat loopt, dat staat op zichzelf. Daar hoeft geen geld bij van de gemeente, dat gaan we liever naar andere dingen doen. Dat is de weg, zeg maar, zoals we hem willen bewandelen. Dat betekent dus concreet dat er niet vooraf subsidie wordt gegeven, maar achteraf. En als blijkt dat het een economische aangelegenheid is geweest, want daar zullen criteria voor benoemd zijn, dan krijgen ze dus geen subsidie, terwijl dat vooraf is toegezegd. Wij geven wel subsidie, ook aan de voorkant kunnen wij dat doen. Want dat hebben soms instellingen, die hebben daar behoefte aan, dus dan kunnen we dat wel doen. Maar we zouden dat ook terug kunnen halen. Dus we zeggen wel, we geven het. En we hebben hier niet hier, dat moet ik corrigeren. We hebben hier niet in staan. Kijk, als zij nu met de begroting komen, ik weet niet of ze het geld hebben gehad. Ik kijk even naar achter hoor. Hebben zij het geld al gehad? Weet je dat? Ja, ze moeten subsidieverantwoording geven. Dus het geld wordt wel overgemaakt, maar ze moeten subsidieverantwoording geven. Dus dat betekent dat ze dat in dat geval niet hoeven terug te betalen. Maar we gaan wel zeggen, volgend jaar, Bierpop heeft zich eigenlijk bewezen. En hij is niet afhankelijk om een succes te worden van een subsidie van de gemeente. Dus dat geld kunnen we aan anderen besteden. En daarom wil ik ook, ik denk dat het daarom belangrijk is, laat ik het anders formuleren, het gaat niet om mij. Maar daarom willen we ook niet alles dichtgetimmerd hebben in die hele verordening. Dat we zeggen, er zit een beleidskeuze in van het college om te zeggen van we sturen wat meer naar rechts of we sturen wat meer naar links. En dat ontwikkelt zich ook in de loop van de tijd. Dus daarom, dat is ook de reden waarom die niet zo expliciet vast ligt. Je moet vrije beleidsruimte houden om ook wat keuzes te kunnen maken. Ja, dat voelt misschien als subjectief. Nou, ik denk dat er genoeg objectieve criteria in staan, maar de weging kan door het college worden bepaald. En dat is ook afhankelijk van de wens die er ligt in de samenleving of die er vanuit de politiek misschien ook is, dat u zegt, nou, we vinden toch dat er wat meer aandacht moet zijn voor sport, hè, bijvoorbeeld. En dan zou je daarin kunnen sturen. En daarom is dit een lijn op hoofdlijn.
Kort, meneer Odink. Ja, voorzitter, juist wat de portefeuillehouder nu zegt, hè? Ons gelegenheid geven om daar wat van te vinden of accenten te leggen. Is het dan ook niet om die reden extra nog eens een keer wil ik het voor de aandacht brengen? Dat het zaak is eigenlijk dat er een beleidsnotitie ligt. Zodat we daar met elkaar wat kaders omheen kunnen zetten en dat we daarover kunnen vinden. Want ik proef dat ook uiteraard breed, proef ik dat wel terug. Nou, als ik daar even kort op reageren, voorzitter. Ik snap wel wat u bedoelt. En aan de andere kant, ik wil ook wel benadrukken dat wij van het CDA wel graag richting besluitvorming willen. Zodat ook de evenementen voor dit jaar aangevraagd kunnen worden. Dus mocht er iets, de raad iets willen, dan zien voorzitter. Wij... Voorzitter? Dan zien we eerder iets van een amendement bijvoorbeeld dan in een beleidsstuk. Fransen? Nou, volgens mij heeft het college de ruimte om door te gaan met het toekennen van subsidies aan evenementen. En is dat niet gehouden aan over 2 weken de besluitvorming van dit stuk? Volgens mij zit dat juridisch anders, maar goed. Laat ik dat, voorzitter. Oké, ja. Ja, als ik daar heel kort op mag zijn, wij hebben deze juridische onderleggen nodig. Anders gaan wij niet rechtmatig geld uitgeven. Maar ik vraag me af of er een heel zwaar beleidsdocument nodig is inderdaad. Als u zegt, en dat kan inderdaad zoals de heer Breukeman ook aangeeft, via een amendement. Maar zelfs dat zou niet eens nodig zijn. Als u zegt, nou, wij vinden het wel belangrijk college, de speerpunten op die en die, dat u toch een beetje die focus daar in die richting aangeeft. Dan is dat iets, is dat voor ons ook een kader. Hè? En dat hoeft niet vastgelegd te worden. Dat zit wel in de verordening geborgd op zich. En de criteria, die hebben we wel. Alleen je kan wel een beetje zeggen van nou, het aanscherpen in een bepaalde richting. Nou, ik heb vanavond u een aantal dingen horen zeggen die voor een deel in een samengevat zouden kunnen worden in een visie. Want u heeft het over waar u naartoe wil met de evenementen, hoe groot die moeten worden. Als u zou komen met de vertaling van die visie die u vanavond heeft gezet, dan krijgen we een heldere visie, krijgen we duidelijke speerpunten en krijgen we ook meetbare effecten. Dat is denk ik wat we vragen als onderliggend document aan dit besluit. Dat kan toch niet zo ingewikkeld zijn? Ja, maar volgens mij staat die voor een groot deel in de nota die u hier voor u heeft liggen. De verordening streeft de volgende effecten na, zoals we dat hebben gezegd. Stimuleren van de economie, cultureel, sportief, toeristisch. Profilering van Harderwerk als een actieve, gasvrije en aantrekkelijke gemeente. En het vergroten van de naamsbekendheid. Dat zijn de criteria. Dat willen we en bereiken. En de meetbaarheid? Meetbaarheid. Hoe ver wilt u gaan? Hè? Nee, nogmaals, ik ben daar heel eerlijk in. We hebben een verordening ter grootte van 75.000 euro voor 4 jaar. We proberen met deze verordening een aantal criteria vast te leggen. Afgelopen jaar hebben we 50 aanvragen binnen gehad. We hebben met heel veel van die mensen op tafel gezeten in de voorbereiding, in de naheffing. We hebben wel gezegd, ja, ik wil ook niet een gemeente worden anno 1980 die weer in een hele oude subsidiegemeente gaat veranderen. We willen wel iets nieuws hebben. We willen echt vooruit, dus we gaan daar op een andere manier naar kijken. Dus ik ben daar heel terughoudend in. Dat ik denk van, het is op zich duidelijk, mensen kunnen ook in het afgelopen jaar, iedereen heeft de weg weten te vinden naar de gemeente. En naar de ambtenaren in de toelichting van de verordening. Voorzitter. En we hebben een aantal, als ik nog even tot slot mag kort sluiten. We hebben een aantal gevallen gehad bij de bezwarencommissie waar men terecht is gekomen. En de bezwarencommissie heeft gezegd van, nou, maar de lijn zoals die door het college is ingezet, dat is een goede lijn. Dat is een rechtmatige lijn en dat is ook een duidelijke lijn. Dus er ontstaat ook jurisprudentie, zeg maar, in de loop van de jaren. Dat is de bedoeling ook. Voorzitter, als ik naar het verhaal van de portefeuillehouder luister, dan hoor ik ook wat tegenstellingen, als ik eerlijk ben. Enerzijds hoor ik zeggen van waar wij niet goed in zijn, is ergens in excelleren. En ik denk eerlijk gezegd dat onze zwakte ook onze kracht is. Dat we namelijk niet in iets heel erg goed zijn en dat we dus heel veel verschillende dingen organiseren. Dat is wat ik veel hoor van mensen in onze samenleving. De kracht van gewoon doen is volgens mij juist die kleine evenementen subsidiëren. En dan vind ik het eigenlijk wel een beetje zonde van het geld dat u dan 20.000 euro voor grote dingen reserveren voor iets waar we eigenlijk niet goed in zijn. En dat vind ik wel een beetje gek. Ik denk niet dat u die conclusie zo snel mag trekken, want we hebben juist ook gezegd die kleine evenementen, die willen we ook waarderen met een subsidie, maar er moeten wel evenementen zijn waar perspectief in zit. Wat onderscheidend genoeg is, zeg maar, en ook in die naamse bekendheid. Maar we willen ook ons hoofd boven het maaiveld uitsteken, juist met die wat grotere bedragen. Door te zeggen van ja,
We hebben toch een aantal aantrekkelijke evenementen. Of er komt iets voorbij, er komt een aanbod naar ons toe. En daar willen we geen nee op zeggen. Stel je voor, er komt een groot, het glazen huis zou zeggen, we gaan naar Hardenberg toe. Dan kunnen we met deze verordening kunnen we hem bedienen. Om eens een voorbeeld te noemen. Ja, voorzitter, dat snap ik. Maar aan de andere kant, als u dat zou doen en u stelt geld beschikbaar voor een heel groot evenement, wat denkt u dan dat bijvoorbeeld het lokale bedrijfsleven zegt? Dan zegt het lokale bedrijfsleven, ja, maar jullie krijgen al 20.000 euro, daar ga ik toch niet meer in geld aan geven. Dat is denk ik wel een gevaar wat je op die manier sticht. Ik vind het juist dat de kracht vanuit de samenleving moet komen. Dat is de kracht van Hardenberg, waar wij goed in zijn. En ik denk dat u dat op deze manier niet doet. Nou ja, ik zal een willekeurig voorbeeld noemen. Het Pleinfestijn is een evenement wat door en voor het eigen bedrijfsleven is georganiseerd. De evenementenhal is daar grote sponsor van geweest. Ook daar hebben wij aan meegedaan. En ik denk dat dat nou net een heel mooi voorbeeld is van een evenement wat uit die samenleving komt, maar wat een potentie heeft om groter te worden. Tenminste als het Marktplein de ruimte daarvoor biedt. Maar om door te groeien naar een andere soort evenement. En dan kun je zeggen van, goh, als daar mensen van een grotere regio naar dit gebied komen, dan hebben we mooie evenementen te pakken. Het voorbeeld noem ik altijd van Raalte, vergelijkbaar met Hardenberg eigenlijk. Rips en Blues, begrip in Nederland. Stoppelhanen, begrip in Nederland. Dat soort evenementen, daar zouden we naartoe willen gaan. Ik snap het, maar ik denk het voorbeeld wat u noemt, dat zal misschien inderdaad wat extra mensen naar Hardenberg trekken, maar dat is 's avonds, er zijn geen winkels open, die mensen geven hooguit geld uit aan een extra drankje, zeg maar. Dus ik weet niet of dat het juiste voorbeeld is en of het dus de juiste weg is, maar goed, we vallen een beetje in herhaling. Ja, inderdaad, dank u wel. Het discussie voeren op voorbeelden blijft altijd wat lastig, heeft u ook al aangegeven. En mevrouw Van den Hoek, heeft u een korte vraag? Ik begrijp u goed omdat dat voor de juridische kaderstelling wel nodig is dat we hier een besluitvorming doen. Ik heb uw betoog gehoord en ik hoor ook de passie en de betrokkenheid dat u heeft om ons beter op de kaart te zetten in kleine en grote evenementen. Is het wellicht denkbaar om in overweging te nemen om die financiële splitsing nou niet zo expliciet mee te nemen, zodat het werkelijk open komt te liggen in de aanvragen die er komen, de mogelijkheden die het schept? Stel dat er drie grote evenementen komen, potjes op, dan zult u nee moeten zeggen, dan mist u een kans. Het lijkt mij beperkend om dat op deze manier te splitsen. Want het kan zijn dat het ene jaar 50 kleine evenementen komen die samen één groot evenement zouden kunnen zijn in een soort agenda, een doorlopende periode. Maar kan ook zijn dat we met vier grote evenementen zijn en heeft straks geen geld meer. Lijkt me wat voor de besluitvorming beperkend. Dat zou ik u graag mee willen geven. En verder zouden wij het wenselijk achten om het gevoel van verzuiling, om de cultuur, sport en toerisme eruit te halen, dat ergens in de verordening mee te nemen dat daar wel rugspraak over plaatsvindt. Maar ze hebben natuurlijk wel de meeste kennis, netwerk, middelen, ondersteuning. En het zou jammer zijn daar waar successen zijn geboekt, niet meegenomen worden en ambtenaren het wil opnieuw uit gaan vinden, want dan loopt het echt uit de klauw. Als u dat soort fine-tuning mee zou kunnen nemen, zouden wij vanuit onze fractie wellicht wel over 2 weken besluiten van. Ik weet niet wat hierna nog een korte vraag moet zijn. Nee, even wachten, meneer Breukelman. Als u mag even reageren, dan ga ik daarna naar mevrouw Jurek. Mag ik even kort op mevrouw Van Hoek reageren? Ik zie heel veel amendementen komen, want ik bedoel, wij zijn als raad ook nog aan het beeld. Dus wij kunnen dat natuurlijk ook als raad allemaal zeggen van we willen die splitsing niet. En als je de meerderheid krijgt, dan is die splitsing afgelopen. Dus. En waarom komen we hier zo dadelijk in de tweede termijn niet op terug? Dank u wel voor deze suggestie, volkomen terecht. Ik laat de portefeuillehouder nu zijn verhaal even afmaken. Nou, voorzitter, dank voor de gelegenheid die ik al heb gekregen om een en ander toe te lichten. Ik heb daar niet heel veel meer aan toe te voegen. Ik wacht graag even de tweede termijn af. En nogmaals, ik haal ook op wat u hier zegt. En ga kijken of we daar wat mee kunnen. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Kijk, hoop wel. Meneer Breukelman, mevrouw Hansen, meneer Odink. Verder niet, begin ik bij mevrouw Hansen. Dank u wel. Ik begrijp dat de VVD het concentratievermogen begint te verliezen, want
waar we miljoenen aan uitgeven, beslissen we in 5 minuten. En over dit soort bedragen kunnen we blijkbaar opeens heel lang steggelen. Dat kan te maken hebben met het onderwerp, maar het kan ook te maken hebben met de kwaliteit van het stuk. Dat wou ik even de portefeuillehouder meegeven. Als hij dit stuk als zodanig handhaaft, dan betekent dat dat er heel veel amendementen zullen gaan komen. Dat kan zijn keuze zijn. Hij kan, wat hij net zei, ik haal op en ik probeer dat mee te nemen. Ik zou eigenlijk graag zien dat er bijvoorbeeld toch een klein geste gedaan wordt in de vorm van een brief of een stuk, waarin hij aangeeft dat hij wat hij gehoord heeft ook daadwerkelijk meeneemt in het te voeren beleid. Zo niet, dan zien we over 2 weken wel weer verder. Dank u wel, meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Even kijken zo naar de eerste termijn en de opmerkingen die er gemaakt zijn. Zou ik toch wel willen pleiten voor het opstellen van een beleidskader. Waarbij dan toch ook meer aandacht gegeven wordt aan de randvoorwaarden als aspecten van leefbaarheid, veiligheid, identiteit, kleine kernen. Omdat er toch wel in die zin wat onduidelijkheden zijn. En ik wil ook graag even weten wat het dan, of dat daadwerkelijk zo is, dat er op basis van, stel dat het wat langer zou gaan duren, of er dan momenteel geen subsidies verstrekt kunnen worden. Dus dat het juridisch kader daaraan ontbreekt. Of dat ook inderdaad zo zwart-wit geldt. En dat zeg ik ook met name om inderdaad misschien wel te voorkomen dat er wel heel veel geamendeerd moet gaan worden de komende 2 weken. Dank u wel, meneer Breukelman. Ja, voorzitter, ik zit er toch wij zitten daar toch een klein beetje anders in. Kijk, we hebben wel wat vraagtekens over het onderscheid in de budgetten. En over de kracht van Hardenberg en over de kleine kernen. Daar willen wij misschien wel een aanpassing op doen. Maar ik denk dat wij als raad mans genoeg zijn om dat middels een amendement voor elkaar te krijgen. Ik heb niet zozeer de behoefte aan eerst een nieuw beleidsstuk of een botoverleg, zoals het ook wel eens genoemd is, voorafgaand aan deze verordening. Bij ons moeten we gewoon over 2 weken besluiten. En ik roep iedereen op om in de komende 14 dagen met elkaar een gesprek te gaan over wat we willen wijzigen. En dan komt er vast een voorstel dat wel of geen meerderheid haalt. Zo makkelijk is het volgens mij. En er kan nog een aantal vragen openstaan uit de eerste termijn, maar die kunnen ambtelijk wel even worden afgedaan. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan CDA? Ja. Ik blijf nog even in de vraag zitten. Waarom maken we hier dan toch niet een soort visienota op? Portefeuillehouder is heel breedvoerig geweest in zijn verhaal. En zet dat dan op papier. We hebben ook een visienota over kunst en cultuur en recreatie en toerisme. Die zijn inmiddels achterhaald, want die lopen tot 2015. Als je een dergelijke notitie maakt, volgens mij kun je die best in een paar weken schrijven. Is dat niet veel verstandiger? Voorzitter, ik denk dat de heer Welts evengoed als ik begrijp dat de uitvoerigheid van het college en de uitvoerigheid van deze raad vanavond altijd moet worden teruggebracht tot een verordening met duidelijke regels voor de mensen die de evenementen aanvragen, de subsidie aanvragen. Dus we kunnen er heel veel van op papier zetten. Volgens mij moet je nu gewoon je richting aangeven en over 14 dagen een besluit nemen. Dank u wel, meneer Breukelman. Ik heb in de tweede termijn, als ik heel eerlijk ben, geen vragen gehoord. Dus ik ga de portefeuillehouder daar ook niet het woord over geven, tenzij hij dat heel graag nog wil voeren. Ja, dank u wel. Kort houden, voorzitter, dat beloof ik. Eigenlijk de hoofdlijn staat in de nota bij de verordening. Daar treft u de hoofdlijn aan, de criteria en de doelstellingen. Ik zou niet weten wat ik nog meer aan visievorming zou moeten doen. En het tweede punt, en dan rond ik ook af, is dat in zijn algemeenheid de organiserende comité's heel tevreden zijn geweest over hoe het is gelopen. Natuurlijk niet de enkeling die geen subsidie heeft gehad en die er wel op heeft gerekend. Dat hou je toch altijd. Maar in zijn algemeenheid is dit een hele werkbare regeling. En hij wordt steeds duidelijker elk jaar als we ermee werken. En ik kan u op de hoogte houden van de ontwikkelingen daarin. We zouden die evaluatie kunnen toezeggen, hè, een bredere evaluatie dan die u nu heeft gehad. Dat we zeggen, nou, aan het eind van het jaar krijgt u gewoon een overzicht van wat er is uitgegeven, wat er is gedaan en hoe dat is bevallen. En zo mogelijk ook meetbaar. De ene evenement wil dat beter. Bij de Leon 10 Ladies Ride weten we op basis van inschrijvingen. Bij de wandeltochten weten we op basis van inschrijvingen waar mensen vandaan komen. Dat is altijd interessant, dat soort gegevens. Daar wordt ook wat mee gedaan door de verschillende stichtingen. Dus daar wil ik graag met u afspraken over maken. Maar het is wel zo dat als we geen besluit nemen over 2 weken, er geen subsidie verstrekt
kan worden aan de verschillende verenigingen. Voorzitter, mag ik de portefeuille op dat vlak één suggestie meegeven? En dat is dat, ondanks wat er over 2 weken wordt vastgesteld, wij misschien wel bereid zijn dat als het college met een heel goed voorstel komt voor een groot evenement, dat wij separaat van de verordening bereid zijn om daar samen met u iets in te betekenen. En voor de huidige voorstel zullen wij het initiatief nemen om met een amendement te komen. Dan begrijp ik goed dat u zegt van ja, dan wilt u de 40.000 euro ter beschikking stellen aan de kleine evenementen. Of een gedeelte daarvan. Oké, akkoord. Ja. Het CDA spreekt voor het CDA. Ja, nee, dat is helder. Ja. Ik zou u in overweging willen geven, ik denk dat er altijd wel één evenement is waar je wat groots mee zou kunnen doen. Dat hebben we het afgelopen jaar ook gezien, dat zien we dit jaar eigenlijk ook wel weer. Maar ik snap de beweging die wellicht gemaakt moet worden. Dus nou, ik blijf graag betrokken bij eventuele amendementen mocht dat nodig zijn. Hartelijk dank. Voorzitter, nog één opmerking richting portefeuillehouder. Ik twijfel even aan zijn antwoord, maar ik kan het niet precies onderbouwen. Maar wat ik begrepen heb, zijn er ongeveer 50 aanvragers geweest. Daarvan zijn er nog geen 10 gehonoreerd, of misschien net 10. Dan denk ik van, dan is er bij de aanvragers ook veel onduidelijkheid. Als 80% dat af... Oké. Okay. Nou goed, zo mij, interpreteer ik dat maar. Duidelijk. Althans, ik neem aan dat u hoorde wat er achter mij vandaan kwam. Heel goed. Dan rest mij u te vragen of dit stuk als bespreek- of hamerstuk naar de raadsvergadering over 2 weken kan. Bespreekstuk, ja, dat was me al duidelijk. Bespreekstuk. Dan gaan wij verder met punt 5 van de agenda, beheersverordening Cipculo. Zijn er mensen die daar wat over willen zeggen? Niet? Kan die als bespreekstuk of als hamerstuk... Neemt u mij niet kwalijk, meneer Botter. Voorzitter, ik zou graag een korte vraag over willen stellen ten aanzien van Cipculo. Er ligt in Cipculo nog steeds het plan om woningen te bouwen achter het voormalige kloosterterrein. Het college is daarvan op de hoogte. En de fractie van Op Koerspunt nu zou graag willen weten wat de mogelijke realisering van dit plan, welke consequenties dat heeft voor de mogelijke sociale woningbouwplannen in Cipculo. En welke gevolgen dit plan heeft voor een blijvend evenwichtige samenstelling van de Cipculose bevolking. Als dat een hele lastige vraag is en de fractie van Op Koerspunt nu kijkt over een spreekgestoelte naar de verantwoordelijk wethouder. Ja, ja, maar de wethouder staat al op, dus die gaat een antwoord geven. Ja, als het lastig is, mag het antwoord ook ambtelijk gegeven worden. Voorzitter, een vraag is soms makkelijker gesteld dan dat de antwoord te geven is. En er zit ook iets van een toch wel hoog glazen bol karakter in. Dus dat vind ik wel heel erg lastig. Maar laat ik proberen uit te leggen dat wij in Cipculo hebben we 2 potentiële woonlocaties. Dat is onze eigen grond aan de Noordzijde. Uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk. En de kloosterlocatie, zoals dat heet. En wij denken tussen nu en, nou ik denk 2 maanden, misschien iets eerder, hoop ik in het college een voorstel te hebben met welke locatie we aan de slag gaan voor de komende jaren. En vanuit Cipculo zijn er vragen voor, met name vanuit senioren, voor grondgebonden woningen. En een deel daarvan is in de huur en een deel daarvan is een vraag vanuit de private sector. Alleen, ik weet niet of de corporatie nog bereid is om daar woningen te gaan bouwen, omdat de vraag in dat soort kernen toch redelijk dun is. Ja? Nou, dan zijn er andere mogelijkheden met beleggers enzovoort. Maar over ik denk dat ik over een maand of 2 dat ik duidelijkheid heb, dan is intern het onderzoek afgerond van met welke locatie we aan de slag gaan. En ja, welke effecten dat op heeft op met name de sociale component, zoals u dat aangaf. Nou, dat heb ik proberen aan te geven, dat het niet makkelijk is voor een corporatie om te gaan investeren in kernen waar niet zo heel veel vraag meer is naar... naar huurwoning, met name vanuit het perspectief dat je ze toch zo'n 30 jaar verhuurd moet hebben, minimaal. Ja. Maar goed, daar zijn we over in gesprek. Maar we gaan eerst kijken wat is de locatie en daarna komen we met de invulling en daar zal ook het sociale deel zal daar onderdeel van uitmaken. Dank u wel. Bespreekstuk of hamerstuk? Hamerstuk. Dan blijft nog over de beheersverordening Dedemsvaart. Wil iemand daar wat over zeggen? Niemand? Dan wordt het ook een hamerstuk over 2 weken. Dan
komen we nu bij de hamerstukken voor de raad van 23 februari. Dat betreft vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling landgoed de Grote Scheren. Kan die als hamerstuk naar de raadsvergadering op 23 februari? Ja. Dan follow-up verslagjaar 2015 horizontale verantwoording archiefbeheer. Zelfde vraag, kan ook, heel goed. Dat brengt ons bij de rondvraag. Zijn er mensen die iets voor de rondvraag hebben? Nee. Dan sluit ik hierbij de vergadering. Wens ik u nog een prettige avond.